Ze zijn nogal op zichzelf seriewaarde, maar ze hebben het hart op de goede plaats, hoor. Nou, dat kun je niet zeggen van hun vuilniszakken. Sjaki? Hé, hey, Johnny, dit is pastoor Busman. Mogen wij misschien heel even binnenkomen? Busman, aangenaam. Wat heeft dit te betekenen, Sjaki? We willen niet storen, hoor, maar toen ik na de avondmis pastoor Busman sprak, bleek dat hij jullie nog nooit in de kerk had gezien. Nou, dat vind ik ook niet zo gek, hè. Wat valt daar nou te zoeken? Op de muziek kun je niet dansen. De meiden zijn of getrouwd, of ze zijn weduwe. En hij daar is de enige die mag drinken. Is niet echt wat je noemt een feestpaleis, hè? Toch is er de laatste tijd veel veranderd in de kerk, hoor. Het is nu veel moderner. Ja, een beetje weinig keuze. Eén god, ik hou van wat meer afwisseling. Het is niet erg, Jacques. Ik zie de familie Vlodder wel verschijnen wanneer ze daar zelf aan toe zijn. Bedenk dat hoe slecht de omgeving ook over jullie oordeelt, de Heer in jullie hart kan zien. Ja, als ik röntgenfoto's wil hebben, dan ga ik wel naar het ziekenhuis. Zeg de groeten thuis, het is laat. Zaken te zien, zeg. Johnny. Hai u. Wie was dat, Johnny? Nou, Sjaki met een lastige vriend, maar ik heb ze weer buiten gezet. Dat is goed, jongen. Zeg, hoeveel gaan die kratten whisky ons eigenlijk opleveren, Johnny? Nou, normaal gesproken 2 tientjes te fles, maar ja, als die etiketten niet blijven zitten, dan is het net bronwater. Hè? Brengen ze maar een gulden stuk op. Ze blijven niet zitten, Johnny, want die lijm is veel te dun. Ja, dat duurt wel een paar uur voordat het droog is. Nou, daar gaan we dus niet op wachten, hè. Nee, Johnny, niet de steun! Die is namelijk kapot. Oh, nou, bedankt, Kees. Henkie, ga jij eens even nieuwe stoppen indraaien. Oké, maar waar is de stoppenkast? Dat weet ik veel, ga maar zoeken. Zo, hebben we weer een beetje licht. Nou, en nu maar even wachten dan, hè. Hey, zullen we een seance doen? Ja, Kees, ik heb nou even geen zin om te dansen. Nee, maar een seance, dat is wat anders. Dat is als je in contact probeert te komen met geesten. Probeer eerst maar eens in contact te komen met de goede pizzalijn hier in Zonnedal, als het moeilijk zet. Hoe gaat dat zo, seance? Nou, je gaat in een kring zitten en dan roep je ze op, de geest. Ja, en dan afslaan met een hekkie. Nou, Kees, ik weet het niet, dat gedoe met die geesten. Maar ma, dat is juist leuk, je kunt ze van alles vragen. Ja, maar het is handig bij het kruiswoord puzzelen. Nou, zullen we het gewoon een keer proberen? Ja. Nou, oké. Okay. Maar als ik het niet leuk vind, kap ik ermee. Zeg, Kees, zullen we eens een leuk sekscontact voor jou zoeken? Ja, kan dat? Ja, die geesten houden wel van een beetje actie. Ik ook. Wat moeten we doen? Nou, we houden mekaars handen vast en sluiten dan onze ogen. Ik niet. Voor ik het weet ben ik mijn portemonnee weer kwijt. Hé, toen mama. Opa heeft zijn ogen ook al dicht. Ja, dat slaapt alles ook een beetje moeilijk, niet? Oké, okay, nou, schiet op, Kees, en nu? Nu ga ik een geest oproepen. Ik roep de geest van het huis op. Geest van het huis? Elk huis heeft een huisgeest. Hoe doet dat, ma? Die laten we voortaan meebetalen met de huur. Geest van het huis. Bent u daar? Ik heb het wel weer gezien. Flauwekul allemaal. Maar laat het nog 1 keer proberen. Wie heeft mij geroepen? Ik wil rust. Zeg Kees, als jij Henkie even gaat helpen met het zoeken naar die stoppenkast, dan hebben we zo dadelijk allemaal rust. Hè? Het is alweer bijna 12 uur. Hoe lang moet ik nog dolen? Daar zit de geest in. Kees heeft er een te pakken. Hij heeft een fles whisky te pakken gehad, als ik het zo hoor. Vuile smiecht. Hey, dat is niet echt, Kees. Hoe doe je dat met die stem? Mijn ziel is verscheurd, zolang mijn dood niet gewroken is. Ah, nou, leuk, Kees. Zullen we nou even snel die etiketten plakken? Dan kennen we tenminste allemaal naar bed. Kees? Wanneer gaan we nog geest oproepen, Kees? Maar er mogen hier alleen maar van die rolstoelen parkeren, Johnny.
Laat dat maar aan mij over, Kees. Pak jij tussen een fles whisky. Johnny, daar zijn ze aan het verhuizen. Kijk, een piano. Wat moeten mensen nou in godsnaam met een piano? Een cd-speler is toch veel handiger? En dan kun je ook veel meer muziek mee maken. En harder. En ze zijn ook niet zo zwaar. Dat is altijd. Oh. Hey. Oh, oh. Wat ben jij nou weer aan het doen, gek? Johnny, waar ben ik? Nou, niet op piano les. Huk, meekomen. Hey, hoe gaat het dan verder? Dat was de 7e symfonie van Heinrich von Musselmann. De onvoltooide symfonie. En die jongen die speelt net het ontbrekende stuk. Hoe weet hij dat? Op een prima kwaliteit en lekker puur, hè? Oh, ik kan maar beter even geen sigaret roken. Moet je, Engert? Ik neem alle 6 de kratten over, Vlodder. Maar ik wil ze uiterst discreet afgeleverd hebben. De politie zit op mijn nek en ik wil geen aandacht trekken. Duidelijk? Wij zijn altijd uiterst discreet. Ik zeg vanochtend nog tegen mijn broertje Kees X. Juist. Als je dat met discreet bedoelt, goedemiddag. Sorry voor de overlast. Heb om 4 uur is de shocktherapie. Goedemiddag. Hij danste precies. Precies als mijn overleden danspartner. Precies hetzelfde. En daarna viel hij in de kroeg dat mens lastig. Maar dat begon pas nadat hij de muziek hoorde? Ja, daar leek het wel op. Waar hebben jullie het over? En waar komt het glas vandaan? Ja, ik heb het. Weet je wat het is? Is het van een fles of zo? Soms kan een medium na een seance zichzelf geopend hebben voor het geestenrijk. Er is dan sprake van een zogenaamd open kanaal. Het medium is dan zeer ontvankelijk voor losse geesten. Nee, ik weet zeker dat het van een fles is. Een open kanaal? Wat bedoel je? Zoiets als een radioontvanger? Ja, zoiets.
Elke geest die wat te vertellen heeft, kan dat dan nu doen via Kees. Dus toen Kees die piano zag, toen nam een of andere dode muzikant zijn intrek in Kees? Waarschijnlijk. Nou, dan zijn we er mooi klaar mee. Iedereen kan hier dus zomaar binnenlopen. Ik kan er niks aan doen, Johnny. Misschien heeft dat te maken met wat hij ziet. Hoe bedoel je? Dat hij ziet piano en hij krijgt meteen een bezoek van een pianist. Misschien kunnen we er geld mee verdienen. Kees, haal jij boven even wat krijgers van Toet en een schetsblok. Wat ga je doen, Johnny? Je gaat tekenen, Kees. Maar ik kan helemaal niet tekenen. Wedden? Ah, alsjeblieft. Echte kunst. Kijk maar eens goed. En nou jij. Ik kan niet tekenen. Even erbij blijven, Kees. Kijk naar de schilderij, dan komt het vanzelf. Ik weet niet wat je wil, Johnny. Mond dicht en kijken. Je schiet een beetje op. Je moet hem niet zo opjagen, Johnny. Ja, anders gebeurt er dus helemaal niks. Hé, hij doet het. Zie je? Hij doet het. Ik ga zo dadelijk meteen even wat linnen kopen en even wat olieverf. En dan laten we Kees gewoon de hele nachtwacht nog een keertje schilderen. Maar dan even groter. En dan vragen we gewoon het dubbel. Johnny. Hey, wat moet dit nou weer voorstellen? Dat lijkt er helemaal niet op. Wat is dit nou voor kleutertekening? Hey, wie heb je nou weer daar binnen gelaten, daarboven? Hallo daar, zondagschilder. Even opzouten nou. We zitten op een Hollandse meester te wachten. Ik vind hem wel leuk. Hier is hij leuk voor. En bedankt, hè, Kees. Wat is er gebeurd? Is het gelukt? Johnny is erg boos. Oh. Johnny? Ben je nog boos? Ik weet eigenlijk niet wat je nou wil. Je weet toch dat ik niet zo goed kan tekenen? Waarom moet ik dan... Je hoeft helemaal niks te doen, Kees. Dat is nou net de grap. Je hoeft alleen maar te kijken naar die plaatjes en dan doen die geesten wel de rest. Geesten? Je hebt daar binnen ergens een deur open laten staan, Kees. En daar is het nou om komen en gaan van pianisten en galadansers en zondagschilders en weet ik veel. En als je nou eens een beetje zou meewerken, dan kunnen we tenminste nog wat aan verdienen. Want dankzij jou heb ik die lading whisky dus niet kunnen verkopen. Of was je dat ook alweer vergeten? Hé, eikel. Hé, Kees. Kees. Kees, wat doe je nou? Kees, heeft dat pistool hier. Kees, als ik nou in 3 tellen... Dank je, Kees. Wat heeft hij hier? Nee, ik dacht dat jij boos was. Er is een of andere maniak in Kees gekropen. En toen hij dat pistool zag, wou hij me omleggen, de gek. Denk je dat hij gevaarlijk is? Nou, je hebt hem zo uitgeslagen. Hij zal nou wel weer weg zijn. Kees? Ik ruk je nieren uit je bast, vuile verraaier. Ik denk dat dit een blijvertje is. Er staat er niks over achter in het boek bij de foutmeldingen. Nee, ik ben bang dat Kees gewoon bezeten is. Kees is wat? Nou, er zit een geest in Kees. Die moeten we uitdrijven. Oh, uitdrijven. En hoe gaan we dat doen? Met de rijzweep? Met de handdoek? Wisselbad? Nee, dat moet de priester doen. De priester? Wat weet die er nou van? Die werken toch de hele dag met heilige geesten? Nou, die zullen het wel weten. Dit moeten we ook niet hebben met de feestdagen. Dat verpest de hele sfeer. Ik wist dat jullie je zouden... Luister, vader.
Ik heb je gebeld omdat we je hart nodig hebben voor een klus. Een klus? Wat bedoel je? Een biecht? Nee, natuurlijk niet. Ik ga jou wat aan je neus hangen. Maar waar heb je me dan voor nodig? De laatste sacramenten? Het gaat om mijn broer. Ik neem aan dat u in uw parochie zo nu en dan wel eens wat kwaads aantreft. Och, kwaad. Ik praat liever over verdwaalde schapen. We hebben het hier over de wolf. Kom, kom. Zo erg kan het toch niet zijn? Wil je hem zien? Ik schreeuw je strotterstukker. Ja, je had hem er net moeten horen. Toen was hij behoorlijk op drijf. Hij haalt zich een beetje in, omdat u erbij bent. Hè? Maar deze jongen is ziek. Gebruikt hij soms drugs of zo? Ben je gek? Dat zou het alleen maar erger maken. Kees is bezeten. Hebben we gelezen in een boek. Wel nee. Hij is gewoon een beetje van streek omdat hij vastgebonden is. Denkt u? Moet u even opletten. Casey. Kijk, dat bedoelen we dus. Heb je niks sterkers? Je zit er nou een paar uur met dat kruis wat te mompelen, maar moet je niet zoiets roepen als verdwijn, Satan of zo? Nee, dat is meer iets voor die Amerikaanse dominees. Mijn ervaring is dat er weinig bestand is tegen een paar goed geplaatste weesgroetjes. Oh ja, is dat zo? Ik zie anders nog niks gebeuren en ik wil vanavond wel in mijn eigen bed slapen. Geduld, mijn zoon. Het ware geloof kost soms tijd. Ja, maar dat hebben we nou even niet. Ik stel voor dat we zwaardere middelen gebruiken. Wat gaat hij nou doen? Nou, als Kees aan de tafel hik heeft, laat Johnny hem altijd schrikken. Dat werkt altijd. Dick gaat daar vanzelf over. Ja, en zijn eetlust ook. Weet ik niet, Johnny. Als het dan over uitdrijven gaat, dan heb ik hier nog wel een preek waarbij mijn kerk altijd heel snel leegloopt. Laatst vroeg mij een parochiaan: Vader, wat is berouw? Ik keek hem aan en ik zei: berouw is het gevoel dat Judas kreeg toen hij slechts enkele zilverlingen kreeg in ruil voor zijn verraad. Ik zag dat mijn antwoord niet helemaal naar zijn volle tevredenheid was. Dus toen vertelde ik hem dat in dat is nu pas echt berouw. Hij keek me dankbaar aan, stak een kaars op voor zijn vrouw en liep toen opgelucht de kerk uit. Slaap in vrede, mijn zoon. Jezus, wat een amateur. Moet je dat nou toch weer eens zien? Is gelukt? En jullie komen mijn kerk niet meer in. Duidelijk. Trek je hart in twee, ja. Kees? Kees, wil je niet eerst even wat drinken? Huh? En nou leg ik jullie darmen. Hey, wat ben jij van plan?
Dat is mijn laatste fles. Afblijven, jij druivenkweek. Is die helemaal van God los? Zit u niet ver naast, man? Johnny? Welkom terug, Kees. Ik wil niet weer tekenen, hoor. Nee, dat hoeft niet meer. Waar is die geest nou gebleven? Ik weet het niet. Misschien ergens anders naartoe. Oh ja? Waar dan? Waarschijnlijk naar iemand die nog meer open staat dan Kees. Waar is dat rapport over die ouderenopvang van Koten? Ik ben er nog mee bezig, wethouder. Nog een half uurtje. Niks half uurtje nu! Denk jij dat het hier een van een vakantiepark is? Het is dat ik jouw promotie nog net heb tegen kunnen houden. Anders had je hier ook nog vet betaald uit je neus te eten. Ik geloof niet dat jij beseft... Bek dicht! Ik scheur je strot aan stukken. Vetschrap!